Ik kon dat ook niet echt geloven dat het zou gaan om een echte tekening van Al-Mahtani. Maar dat was een beetje too good to be true. Het erfgoed van Friesland bewaar je voor de eeuwigheid. Dat is de opdracht van het Fries Museum. En dat doggen ze met het beheer van 210.659 items, of onderdelen van items, die het vertellen hoe dat erfgoed. Al die items binnen van u's. Vertellen oer u's, maar hoe worden ze van u's? Dat is het belangrijkste van mijn beroep. Nieuwsgierigheid. Je zou ook bij de politie kunnen gaan werken, alleen is het onderwerp dan een stuk minder leuk. Er komt een mailtje binnen waarin iemand beschrijft wat hij heeft. En soms kun je aan de toon van het mailtje al zien van, hey, zou dit wat kunnen zijn of niet? Want er zijn ook heel veel mensen, dat was bij Rembrandt en Saskia zo. Ik denk dat ik ongeveer 100 mailtjes gehad heb met mensen die zeggen, ik heb ook een Rembrandt thuis. En tot nu toe zat er niet een Rembrandt tussen. Mijn naam is Pim Dings. Ik kom oorspronkelijk uit Nederland en ik ben hier 8 jaar geleden naar Brussel verhuisd om hier te gaan studeren. Ik ging hier studeren aan de Kunstacademie in Brussel, Sint-Lucas, en daar heb ik audiovisuele kunsten, film gestudeerd. Ik weet niet of dat vaak is, maar ik vind het wel heel leuk om rond te wandelen. Niet specifiek antiekmarkten, maar ja, rommelmarkten, dat is wel tof. Het is mooi, maar het heeft ook een klein beetje iets mistroost. Ik vond het gaat ook heel vaak. Dingen die daar op die markt terechtkomen zijn vaak natuurlijk van interieurs of van mensen die er niet meer zijn. Dus dat is ook wel een beetje wonderlijk, want je ziet soms inderdaad iets, een totaal leven van iemand met fotoalbums voorbij komen, maar ook de meubels. En dat geeft ook iets heel erg surreëels. Alsof je even in het leven van iemand anders die er nu niet meer is kunt stappen. Maar het is ook heel vreemd dat fotoalbums natuurlijk hele persoonlijke herinneringen niet belangrijk genoeg zijn of dat mensen die niet meer bewaren. En het was eind oktober, begin november. Ik denk dat het 1 november was. Het was vrij mistig, er ging ook een mist zo over dat plein. En in één keer zie ik daar, een beetje verstopt onder een aantal dozen, onder krantenpapieren, een tekening liggen die er zo half uitsteekt. En ik pak het portretje op en ik zie daar inderdaad een. Het is een afbeelding van een jonge vrouw. Ze kijkt ook een beetje melancholiek. Het paste vrij goed in die setting van een mistroostige herfst in Brussel. En daarin was meteen een enorme aantrekkingskracht. Ik was zelf ook een beetje zo door het weer en door de omstandigheden een beetje melancholiek. Dus ik kon me herkennen in haar gemoedstoestand. Daardoor ontstond er een band met de tekening. En wat ik ook natuurlijk meteen fascinerend vond, is aan de rechteronderzijde was het gesigneerd met El Al-Mahtadema. Maar in het begin dacht ik dat het eerder om een soort litho zou gaan, een afdruk. En ik kon dat ook niet echt geloven dat het zou gaan om een echte tekening van Al-Mahtadema. Dat was een beetje too good to be true. Dus, maar ik dacht, het is wel zonder dat een heel mooi werk. Het is leuk om mee te nemen. Pim en ik hebben afgesproken om elkaar te gaan ontmoeten in Amsterdam, omdat ik daar toch naartoe moest. En dan hoefde hij de helft en ik de helft. En aangezien je niet weet in het begin met wie heb ik te maken, probeer ik dan een plek te vinden die openbaar is. In dit geval zijn we in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam gaan zitten. Waarom even bier? Omdat je een enkele keer in het veld ook mensen krijgt die niet betrouwbaar zijn. En die kwade bedoelingen hebben. En die kunnen af en toe ook heel bedreigend overkomen. Dus dat is soms ook al als mensen willen dat hun werk thuis in een tentoonstelling komt, dan willen ze je feitelijk dwingen om hun werk in je tentoonstelling te hangen. En dat kan soms tot onaangename, bedreigende gesprekken leiden. Dat heel mooi maken? Ja, dat heb ik meegemaakt een paar keer.
Dus dan heb je zoiets van, ik wil even dat er ook andere mensen omheen zitten. Als ik daar met een wildvreemd iemand afspreek. Maar ja, als je dan Pim ziet, dan denk je, dat was niet nodig geweest. Toen hij uit de lijst was, want dat moet absoluut weg van het vieze glas. Zodat je hem goed kan bekijken. Was direct duidelijk dat het Alma Tadema was. Alma Tadema grut njontjen de eeuw schilder Benne in Dronriep let er vooral verneemd worden in Amerika en Engeland. Maar hoe herken je nou een echte Alma Tadema? Dat komt omdat we die grote tentoonstelling een paar jaar geleden gemaakt hebben. En dan heb je zo verschrikkelijk veel gezien en daarover opgestoken en bijgeleerd dat je dat ziet. En dan, want ik had van tevoren wel afgesproken al van Pim had een bedrag genoemd waarvan wij vonden dat het een redelijk bedrag was. Dat als hij goed was, zou ik hem meenemen. Maar wat mij zorg baarde was de toestand. En toen hebben we samen met een klein mesje de achterkant van de lijst opengesneden en het karton eraf gehaald. En toen kwam voor het eerst de tekening naar buiten. Je denkt, ik weet niet of de restaurator hem goed van het karton gaat krijgen. Dat moet absoluut. Of die weer schoon en fris kan worden. En wat gaat het kosten? Want dat komt er dan nog bovenop, hè? Dus als je iets koopt, dan wil je eigenlijk dat de conditie goed is. Of dat het niet te veel kost om die conditie. Want anders moet je nog weer een ander traject in. Dus ik heb met Pim afgesproken dat we het zouden bespreken hier. En toen heb ik de restaurator opgebeld en het uitgelegd. En toen zei ze, nou, ik kan dit, ik kan dat. Kost ongeveer zoveel. En toen hebben we hem alsnog besloten om te kopen. En toen is Pim zelf geweest om hem te brengen uit Brussel. Echt een heer. Een heer, maar we hebben hem ook, we hebben natuurlijk zijn reiskosten vergoed. Maar ik heb hem ook toen Rembrandt en Saskia laten zien. Alleen is zij natuurlijk maar een tekening en een portret van een jonge vrouw, een jonge dame. Maar alleen vertelt het natuurlijk ook niet zo heel erg veel. Het is vooral natuurlijk mooi dat ze nu in het museum terechtgekomen is. En dat ze daar samen met die Alma Tadema als onderdeel uit is, maakt van een verhaal. We hebben het nooit over zijn portretten, maar hij was ook een zeer begenadigd portrettist. En we verdienden daar ook goed geld mee. Maar heel veel van die portretten hangen natuurlijk ook nog bij mensen thuis. En eigenlijk zouden we graag over een aantal jaren de portretten van Alma Tadema willen laten zien. Daar is dit er één van. Waar weet wat er al je nog voor het lucht komt. Werk Oenkeepje kan op verskate wijzen. Meestentijds wordt het dier maar help van fondsen en sponsoren. Maar zoals de tekening van Pim Dinks, daar hebben we dan zelf wel genoeg geld voor om dat uit onze pot te halen. Ja. En wat voor bedrag heb je dan hoor? Ik vreeg je maar. Ja, daar doen we geen mededelingen over natuurlijk. Nee, dat zijn dingen die blijven ook tussen de verkoper en tussen ons. Dat is een ander geval als je zoals bijvoorbeeld bij die hele grote Alma Tadema die we gekocht hebben in 2015, die van ruim 1,5 miljoen. En daar hebben we zoveel stichtingen aangeschreven. Dat wordt gewoon echt openbaar. Dus zoveel van de vereniging Rembrandt, zoveel van het Mondriaan Fonds, zoveel van de vrienden van het Fries Museum. Ik bedoel, dat staat precies allemaal op een rij. Het is natuurlijk leuk om kunsthandelaar te zijn voor één dag. En een Alma Tadema te kunnen verkopen aan een museum. En heeft u daar nog iets speciaals mee gedaan? Ja, ik heb daar heel veel chocoladetaarten van gebakken. Want degene met wie ik toen... Dus ik heb heel veel chocoladetaarten ervan gemaakt. Dus nu is het wel klaar met de chocoladetaarten. Dus misschien moet ik nu weer opnieuw een Alma Tadema vinden om iedere dag een chocoladetaart te kunnen bakken. Wij vinden het natuurlijk fantastisch dat we een...
een voorproefje krijgen van wat er aan een grote expositie te zien is in het Fries Museum. En dat is voor mensen natuurlijk die hier langskomen ook leuk. Van hé, dat is er te zien. Dat vind ik interessant. Ik ga het Fries Museum bezoeken, want ik wil die hele expositie graag zien.